Dit is een thermometer en die meet de temperatuur via het voorhoofd. Kijk, 36,6. Wanneer kun je hem gebruiken? Nou, denk aan de thuiszorg. Je wil graag weten of je cliënt waar je thuis komt ziek is, voelt zich niet lekker. Op een hele snelle manier kun jij die temperatuur meten. Maar ook in de thuissituatie, je kind is ziek, ligt met koorts in bed, slaapt eindelijk en toch wil je dat in de gaten houden, zonder te storen, 5 tot 10 centimeter van het voorhoofd af en je weet de temperatuur. Intramuraal in een verpleeghuis waarbij je meerdere mensen wil of moet controleren, zeker in deze tijden. Nou, dat is een hele hygiënische manier om de temperatuur te controleren. Dus heel simpel, via je voorhoofd.